Welkom bij Uit in Zuidwest. Wat draait op het witte doek en wat is er te zien op het poppodium? Deze week hebben we de volgende films. Maleficent 2, Hand en Waar is het grote boek van Sinterklaas? Guus Blik, de eigenaar van de grootste speelgoedfabriek van het land, vindt het belachelijk dat Sinterklaas speelgoed gratis weggeeft aan de kinderen. Daarom steelt hij een boek van Sinterklaas. En hierdoor krijgt pakjesavond in het water te vallen. Groot is de verwarring in Nederland en België. Sinterklaas en de Pieten hebben werkelijk overal de verkeerde pakjes bezorgd. En nu? Hoe weten we nou welk kind welk cadeautje moet krijgen? Er is misschien wel één iemand die ons zou kunnen helpen. Sinterklaas is een boek kwijt. Kerstman. Onnozel. Ik ben bang dat uw boek ook kwijt is. Wat? Oh, ik geef de kinderen precies en exact wat ze willen hebben. Ik was zo ontzettend rijk. En dan kan ik de hele dag kan ik spelen. Waar ik nu ben beland is echt ongelooflijk. Ik ben bij het speelgoedpaleis van Guus. Sinterklaas is het helemaal kwijt. Kierenwiet. Het is één grote blamage. Ik wil je helpen dat boek terug te vinden. De kleine slede staat klaar. Wat hoor ik dan? Het ziet er naar uit dat we op zoek moeten naar twee boeken. Het mijne is ook gestolen. Ook Footsie? Ik kom eraan, Sinterklaas. Sinterklaas en de kerstman gaan samen op zoek. Vinden ze de boeken op tijd? Zeg, ben je nou eindelijk uitgegeten? Rustig. Rustig, morgen is het pakjesavond. Het is nog 3 weken tot kerstmis. Ben jij altijd met dat stomme kerstfeest? Dan ga ik die boeken eens even snel vernietigen. Het boek van Sinterklaas. Van Sinterklaas presenteert Waar is het grote boek van Sinterklaas? Met Carlo Boshart. Vanaf deze herfstvakantie. Jij moet ook altijd het laatste woord hebben. Niet waar. Wel waar. Niet waar. Zie je wel? Wel waar. Niet waar. 16 oktober in de bioscoop. Nou, ik zeg het toch. Wel waar. In Disney's Maleficent 2 zien we Maleficent en haar peetdochter Aurora, de complexe familiebanden die hun binden in twijfel trekken, wanneer ze in verschillende richtingen worden getrokken, door nadelijke huwelijken, onverwachte bondgenoten en duistere nieuwe krachten. And the princess she cursed to sleep forever. Many sights to see. The story became legend. But this is no fairy tale. There are many who prey on the innocent. I'm sure your kind would agree. If I didn't know better, I'd say you were making a threat. Well, do you? Do I what? Know better. What have you done? In Hand bezoeken 6 vrienden een extreem haunted house. In het horrorhuis worden meerdere personen op gruwelijke wijze vermoord door gemaskerde acteurs. Maar hoort dit bij de show? Langzaam realiseert de vriendengroep zich dat ze hier misschien nooit meer levend uit zullen komen. I just
want to see my face? Nu over naar theater. Op woensdag 16 oktober is in Theater Sneek Het Volk met Het Vermoeden van Poincaré. In deze voorstelling zijn twee heren voor langere tijd tot elkaars aanwezigheid veroordeeld, omdat het Alpen Chalet waar zij zich in verbinden door hevige sneeuwval geïsoleerd is geraakt. Ze doen verwoede pogingen elkaar beter te leren kennen, maar de taal blijkt een enorm obstakel in het wederzijds begrip. Op donderdag 17 oktober is in de Treemter in Balk Razen om Potters. Hier neemt Doede het publiek mee in zijn wereld, in zijn dromen, langs de paden van zijn onvrede, eenzaamheid en verlangens. Het is een stuk over onvrede, maar ook een stuk vol humor en tragiek. Het gaat over je buitengesloten voelen, omdat het lijkt alsof de wereld niet voor jou gemaakt is. Hoe blijf je dan overeind? En op zaterdag 19 oktober is in Theater Sneek De Partizanen met Het Leven aan zich. Vanuit de nabije toekomst kijken de partizanen terug op de trends, hypes en omgangsvormen van onze huidige tijdsgeest. En vragen zich af of ze zichzelf soms niet wat minder moeten afvragen. De uitvergrote realiteit die de mannen schetsen blijkt soms even confronterend als grappig. Nu over naar de podia. Op donderdag 17 oktober is in Theater Sneek de Dublin Legends. Zij brengen Ierse volk zoals het Ierse volk bedoeld is. Puur en rauw, vanuit het hart. Ze hebben geen blinkende decors en special effects nodig om indruk te maken. Goede volk draagt zichzelf. En dat bewijst het begaafde viertal keer op keer, als ze hun enthousiasme en ritme de zaal op stel zetten. We're passengers from Limerick, passengers from Nina, the boys of Connemara, and the Clare and married men. There were people from Cork City who were loyal, true, and faithful. Brought home the Fenian prisoners from the dying foreign nation. Whip me whack, fall the do, fall the diddly idle day. En op vrijdag 18 oktober is in de Bolwerk Sneek Driving and Crying. Met een combinatie van heerlijke rock'n'roll, met een scheut country Americana en een vleugje folk is Driving and Crying inmiddels al ruim 30 jaar onderweg. Trots op een rijke historie en met veel vertrouwen in de toekomst is de Amerikaanse rockband van plan nog heel lang vol gas door te gaan. Op zaterdag 19 oktober is in de Bolwerk Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Ska en Gypsy liefhebbers komen deze avond helemaal aan het trekken met deze show. Antwerp Gypsy Ska Orchestra combineert de pure, rauwe energie van authentieke Roma Gypsy, Griekse en Turkse melodieën met de ultra dansbare ska grooves. It on the witness stand. His voice was heard on the graveyard shift, singing along with the prison band. Black panther in a white suit, prince amongst men in a lion's den. Copied and imitated, no show shaban if you treat him bad. Oh, cat, Roman soul, don't you ask him for the moon. Down in every tune.
every woman. If the curtain fell, he would make that call. They say a promise is a promise, and a promise is a golden rule. You can't rush on the back of an elephant when everybody rides a mule. Wild cat, ruby soul, it don't you ask him for the moon. Op zondag 20 oktober is in Theater Sneek Teachers Delight. Docenten verbonden aan het kunstencentrum Atrium brengen hun bevriende muzikanten een jazzorkest passend bij de zondagmorgen. Pianist B. Meiborg, gitarist Thomas Zoetelif en trompetist Tjerd Verbeek vormen samen met drummer Arno van Nieuwenhuizen en basgitarist Koos Wiltenburg de gelegenheidsband Teachers Delight. En dit was Uit de Sudets voor deze week. Heeft u een evenement? Mail ons dan. Tot de volgende keer.